Hallo, en welkom op Hete Vuren 2011. Jullie hebben hier 3 jaar geleden ook gestaan. Ja. Was het anders nu? Of, het was anders, hè? Ja? Het was heel leuk vandaag. Ja? Het was tof als 3 jaar geleden en toen was het ook al plezant. Wat was er dan verschillend met 3 jaar geleden? Meer zon, dat ik mij kan herinneren nu. Meer zon? Ja, beter weer. Net te veel. Ja, toch. Lies, ja? Jij bent het enige meisje hier in de groep. Ja. Is dat soms een beetje irritant? Of? Nee, dat is heel tof. Heel tof. Mitchell is de enige Koreaan in de groep. Dat is ook niet speciaal, hè? Dat is ook speciaal, hè? Dus het moet niet altijd over mij gaan, hè? Laat ons. Ja, maar. Nee, ik heb geen klachten. Nee. Jullie hebben getoerd in het buitenland. Zijn jullie van plan verdere landen in Europa te veroveren? Of, Voor dit jaar, 2011, gaan we gewoon nieuwe nummers maken. Een nieuwe plaat maken. Zien dat die volgend jaar kan uitkomen. Dat zou voor ons heel snel zijn al. En in het najaar gaan we een theatertour doen. Dan gaan we onze nummers rustiger spelen eigenlijk voor de theaters. Maar de bedoeling is om dit jaar veel nieuwe nummers te maken. Sinds Humo's Rock Race zijn jullie, is het heel snel gegaan. Wat is er veranderd? We spelen meer, wat dat normaal is als je Humo's Rock Rally wint. Dat was gewoon heel tof omdat we daardoor heel veel kansen hebben gekregen die we anders niet zouden gehad hebben. Er is heel veel veranderd voor ons, alles eigenlijk, sinds dat moment. Jullie bestaan nu net als Hete Vuren, 10 jaar. Hebben jullie iets speciaals gedaan vandaag op het podium? Of gaan jullie nog iets speciaals doen? Op het podium, nu sinds kort, we hebben een aantal covers gedaan de afgelopen 10 jaar. En we hebben er een aantal van onder stof gehaald. En vandaag hebben we bijvoorbeeld een nummer van TC Matic gespeeld. Ja, dat we eigenlijk al 10 jaar geleden, denk ik, hebben gedaan. En nu spelen we dat terug. We hebben ook al onze cd's terug uitgebracht in een box met extra B-kantjes en rariteiten en zo. Die kun je dan kopen op onze optredens of in de winkel, maar dat zal toch weer zijn. Ja, oké. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. We hebben hier een Wall of Fame met harttekenen van een artiesten. Kunnen jullie dat er ook op schrijven, alsjeblieft? Ja, geen probleem. Oké. Ja. Tweede wordt graag want. Mijn snaarsprong op het einde van het nummer. Dat betekent dat jullie nog iets te goed hebben. Aim for the eyes and shoot. Open and fire to you. Aim for the eyes and shoot. Open and fire to you. Come on, Tervura. Aim for the eyes and shoot. Open and fight to you. Come on.
Oké, ik ga de tekst nog eens uitleggen. Aim for the eyes and shoot. Open and fight to you. Come on. Ik kan later, kom aan. Waar zijn de heren? Ik wil nu de heren horen. Nu de dames. Nu wil ik de VIPs horen daarboven. VIPs. Waar zijn de VIPs? Come on. Aim for over the eyes. De VIPs hebben verloren. Iedereen